Aurélie, bij Lexus, een nieuw vlaggenschip. Ja, de nieuwe LS, dat is de luxury sedan. Wie denkt aan luxe plus hybride, komt natuurlijk bij Lexus. En dan uitgerekend bij onze luxe limousine, die hier in een nieuw kleedje wordt gestoken. Met heel veel aandacht voor luxe afwerking in het interieur. Er is bijvoorbeeld 4 jaar lang gewerkt aan een nieuwe origami techniek, waarbij stof van hoogwaardige kwaliteit op een speciale manier werd geplooid om een 3D-effect te krijgen. Er is ook gewerkt met kiriko-glas, helemaal volgens de Japanse traditie. Het is ook een hele luxueuze, comfortabele wagen. De zetels zijn super comfortabel. Je kan ze verstellen, elke zetel apart, in 24 verschillende standen. En er is ook een massagefunctie, geïnspireerd op de shiatsu-massagetechniek, heel gekend in Japan. Dus echt een super luxueus salon op wielen. Rijden in een andere dimensie, maar ik zie hier ook op de stand LS Plus. Is dat nog niet genoeg? Ja, dus het is inderdaad een beetje gek dat we hier de nieuwe LS voorstellen en dan ook al meteen de nieuwe concept LS Plus, die eigenlijk een blik gunt in de toekomst. Die stelt een heel aantal nieuwe technieken voor autonoom rijden voor, die vanaf 2020 van toepassing zullen zijn op verschillende Lexus-modellen en die uiteraard als doel hebben om alweer de rit nog comfortabeler te maken, maar ook om zoveel mogelijk ongevallen te vermijden.